Ik ben Annemie Turtelboom, ik ben Vlaams vice-minister-president en ik ben bevoegd voor financiën en begroting, maar vandaag toch vooral hier als energieminister aanwezig. Wel, ik ben rechtstreeks betrokken vanuit de energiebevoegdheid. Het energiezuinig maken van ons patrimonium is echt wel een prioriteit, want de enige kilowattuur die echt gratis is, dat is de kilowattuur die je niet gaat verbruiken. Wel, wij zetten alles in op zon- en op windenergie. Het zijn goede, mature technologieën die aan een zeer kostenefficiënte manier ervoor kunnen zorgen dat we op termijn de kerncentrales kunnen vervangen. Onze grondige hervorming en herziening van de verkeersfiscaliteit, die een belastingverlaging is voor wie rijdt met een milieuvriendelijke wagen, heeft echt wel succes. We merken dat we veel minder met dieselwagens rijden en veel meer gaan naar de echt zuivere, propere technologieën. En dat is een van de heel concrete maatregelen die de Vlaamse regering recent heeft genomen.